Met deze elektrodebehandeling kan je mensen veel minder angstig maken. Dit is een eerste stap. Maar mensen kunnen het alleen daarmee niet redden. We hebben ook een soort van gedragstherapie nodig om mensen opnieuw te leren leven zonder dwangklachten. Kunnen stroomstoten in het hoofd mensen genezen? De Universiteit van Nederland presenteert psychiater professor Dr. Damiaan Denies. Zonder elektriciteit zouden jullie waarschijnlijk mij niet kunnen horen. Misschien zelfs niet kunnen zien. En ik heb het niet over de lampen. Ik heb het ook niet over de auditieve apparatuur. Sorry, heren. Ik heb het over jullie hersenen. Jullie hersenen werken op elektriciteit. Soms vergeten we dat. Hersenen bestaan uit neuronen. 100 miljard neuronen. En die neuronen zijn voortdurend actief, die sturen allerlei berichtjes naar elkaar, continu. Zelfs meer dan alle sms-berichten die over de hele wereld worden verzonden. Dus de functie van de hersenen is communicatie. Dingen naar elkaar sturen, heel snel. En dat moet snel, en daarom is het elektrisch. Als we voldoende hard nadenken, en dan kijk eens rond, als je goed luistert, dan produceren jullie hersenen voldoende elektriciteit om een kleine lamp te laten branden. Dat kan in principe. Waarom elektriciteit? Omdat wij heel snel moeten zijn als mens. Soms. Wanneer bijvoorbeeld een heel smerig insect plots op mijn hand gaat zitten, dan moet ik dat voelen. Ik voel dat insect zitten en dan gaan mijn neuronen reageren en met een snelheid van 240 km per uur bereikt me dat signaal in mijn hersenen via mijn ruggenmerg. Ik moet snel handelen, ik beweeg mijn hand en terug met een snelheid van 350 km per uur heb ik deze opdracht aan mijn hand gegeven. We moeten soms heel snel zijn en daarvoor is elektriciteit nodig. Wat je kan er nog wel meer mee doen. Je kan met een apparaat elektriciteit meten in de hersenen, met een EEG-toestel. En je kan nog meer doen, je kan met elektriciteit mensen behandelen. Dat is iets wat nog niet zo heel lang bekend is, maar sinds korte tijd wel. Je kan namelijk met een techniek, en die techniek heet diepe hersenstimulatie, elektroden aanbrengen in de hersenen en mensen elektrisch beïnvloeden. Ik laat even een filmpje zien van een mevrouw die we in behandeling hebben. Ze heeft toestemming gegeven om dit te laten zien, omdat ze het belangrijk vindt dat mensen kennis nemen van deze behandeling. En je gaat drie clipjes zien waar een mevrouw wordt getoond die behandeld is geweest, maar die in een off-situatie zit. Dat wil zeggen, de stimulatie staat niet aan, de elektrode zit erin. De mevrouw is behandeld, maar de elektrode is uitgezet. Dat kan dus natuurlijk aan de buitenkant. In het tweede clipje ga je zien dat de elektrode wordt geactiveerd. En in het derde clip ga je zien hoe ze zich voelt na de activatie. Nee. Dat was zo heftig, die angst. Ik heb niet ook gewoon een helft. Ja, ik voelde me vreselijk op aan te stellen. Maar ja. Hij zoekt het lang bij mij. Ja. En over 2 uur gaat de DBS aan. Ja. Heeft u daar vertrouwen in dat het daarna weer goed komt? Dat de angst gaat afnemen? Nee, ja, rationeel. Iedereen zegt van wel. Ik kan haast niet. Ik moest niet aan denken dat hij het niet meer doet. En wat als hij het niet meer doet, dan houdt het op. Ja. En als ik aan nu op dit moment zou vragen, op een schaal van 0 tot 10, hoe hevig is de angst op dit moment? 10. Ja. En bijvoorbeeld somberheid of depressiviteit de afgelopen dagen en op dit moment? Nou ja, de afgelopen dagen had ik alleen maar zoiets. Ja, dat klinkt heel erg hoor, maar ik had echt zoiets gehoord. Want dit hou ik gewoon. Dit hou ik gewoon niet vol, zo. Nee. Dat die angst. Steviger. Hij staat echt aan, toch? Wat bedoel je met stevig? Ik sta weer op de grond.
Ja. Oh, ik ben er weer. Ja, nee, het is net echt... Oh, het werkt echt. Wat is er anders aan? Alles is lichter. Ik heb weer vertrouwen in mezelf. Ik zit hier, ik mag hier zitten. Hoe zijn de kleuren? Helderder. Okay. Mooier. Heb je ook meer? Ik ben niet heel erg euforisch of zo, maar ik heb gewoon zoiets. Ik sta weer op de grond. Veraan, denkt u? Ik heb geen idee. Kwartier? Ja, ja. Het lijkt alsof hij al die tijd aangestaan heeft. Ik ben het weer helemaal kwijt, die angst. Ja? Ja. Beschrijf nou, niet het... helemaal, maar ik moet wel heel erg terugdenken om... Ik heb nu zoiets van... Ben ik ooit bang geweest? Ja. Oké. Okay. Als u nu ja, zou moeten zeggen... Of u nog vertrouwen heeft in de toekomst, bijvoorbeeld? Ja. Ja? Ja, ik vind het heel erg, omdat ik heb dat nooit zo duidelijk gezegd, maar gisteren had ik zoiets van, ik wil door. Nu denk ik wil 100 worden. Geeft die indruk van de snelheid waarmee de techniek de klacht doet afnemen en ook het massale effect. Dit is een hele gelukkige casus, ze zijn niet allemaal zo, moet ik erbij vermelden, maar dat is wat je nu kan bereiken met dit soort van technieken. En ik ga eventjes in op de techniek van diepe herstimulatie, voor het geval mensen dat niet zouden kennen. Hier zie je dus een afbeelding van een persoon en hier zie je eventjes een model van die diepe hersenstimulatie. Je ziet een batterij die de stroom levert, die is ingeplant ter hoogte van het borstbeen. Die batterij is gekoppeld aan twee kabels die onder de huid in de hals naar boven lopen. En die kabels die zijn vastgemaakt aan twee elektroden, eentje in de linker en een ander in de rechter hersenhelft. En die elektroden, dat zie je dan hier, die geven korte, kleine impulsen. En met die korte, kleine elektrische impulsen beïnvloeden ze in een zeer specifiek gebied de hersenen. Er is ook nog een filmpje dat ik even kan laten zien. Hier zie je het nog beter. Dat beweegt. Dan zie je opnieuw een persoon. Je ziet de kabels liggen ter hoogte van de hals. En hier zie je dan een afbeelding van de batterij, waarbij de twee kabels zichtbaar zijn. Die batterij die vuurt. Kleine stroompulsjes, die zie je nu, en die gaan zo via die elektroden, of via de kabels naar de elektroden in de hersenen. En die elektroden die eindigen dan in een specifiek hersengebied. Dit soort van technieken bestaat nu al iets langer, 20 jaar voor de neurologie, de ziekte van Parkinson. Mensen met ziekte van Parkinson worden al behandeld met dit soort van technieken voor 20 jaar. En in de psychiatrie is het recent, 5 à 10 jaar. Nu, hoe gaat dat praktisch in zijn werk? En ik ga even een aantal fasen beschrijven hoe mensen precies zo'n behandeling krijgen. De eerste fase is de aanmelding. Mensen moeten zich aanmelden voor deze behandeling. En ik wil er uitdrukkelijk bij vermelden dat dat natuurlijk niet voor iedereen geschikt is. Mensen die deze behandeling krijgen, die diepe herstimulatie, die zijn extreem ziek. Het komt erop neer, denk ik, dat de mensen die wij zien, die daarvoor in aanmerking willen komen, ongeveer tussen de 8 à 16 uur per dag aan dwangklachten lijden. Huizen poetsen, handen wassen, onder douche staan, dingen controleren en zo verder. Dat is het eerste belangrijke criterium. Het tweede criterium is niet beantwoorden aan bestaande behandelingen. Dat wil zeggen, geen enkele baat meer hebben bij medicijnen, bij gedragstherapie. Mensen moeten aantoonbaar dat allemaal gehad hebben. En als dat niet werkt, dan kom je in principe in aanmerking voor deze behandeling. De tweede fase is de implantatie. Deze behandeling is interdisciplinair. Er komen heel veel disciplines bij aan te pas. En natuurlijk cruciaal is het stukje waar de elektrode werkelijk wordt geïmplanteerd. En dat stukje ligt bij de neurochirurgie. De neurochirurg gaat dus de elektrode aanbrengen in de hersenen. Eentje links, eentje rechts. Daarvoor moet je gaten boren in de schedel. Het is een echte operatie natuurlijk. Mensen zijn bij bewustzijn. En dat klinkt misschien vreemd, maar in de hersenen zitten geen pijnreceptoren. Je voelt daar helemaal niks als die elektrode wordt ingebracht. En de reden dat mensen bij bewustzijn zijn, is dat je tijdens de operatie kan nagaan of eventueel bijwerkingen optreden. Je kan dus tijdens de operatie al elektrische stroom toevoeren en dat ophogen. En dan vraag je aan patiënten hoe ze zich voelen. En als er iets heel belangrijks zou kunnen gebeuren, dan kan je dat tijdens de operatie opmerken en al stoppen met de behandeling. Maar als het goed gaat, dan worden de elektroden dus inderdaad aangebracht, de schedel wordt dichtgemaakt, de kabels worden gelegd en in een tweede instantie wordt de patiënt helemaal in slaap gedaan om de batterij te implanteren die inderdaad onder de huid zit en die wordt dan vastgemaakt met een kabeltje. De operatie duurt 1 dag, maar is natuurlijk bijzonder complex. In een derde fase begint de eigenlijke behandeling.
Want in de implantatiefase zit alleen de elektrode in de hersenen. In die optimalisatiefase gaan we echt aan het werk met de neurostimulatie. En je kan dus aan de buitenkant met een apparaatje, ik heb zo'n apparaatje mee, zo ziet het eruit, dit soort van blauwe apparaatje, zoals je ook eentje hier ziet, dat kan je gebruiken om aan de buitenkant de activiteit van de elektroden te beïnvloeden. Dit plaats je op de batterij aan de buitenkant en met dit apparaatje kan je dus de stroomtoevoer verhogen, verlagen. En je ziet hier op deze slide eventjes een afbeelding van twee elektrodes. Eigenlijk zijn het kleine plastic buisjes met aan de onderkant een aantal metalen voorwerpen, kleine metalen stukjes. En die stukjes die geven stroom af. Met dit apparaat kan je bijvoorbeeld kiezen of je alleen de linker of alleen de rechter elektrode activeert. Of je alleen de onderste activeert, of alle acht, of twee, of drie. Je kan dus heel veel combinaties van verschillende activatieprogramma's beginnen invoeren. Je kan de stroomsterkte toevoeren of naar beneden halen, je kan de frequentie veranderen en zo verder. In totaal zijn zo'n 29.000 mogelijkheden met deze apparatuur. En dat is het mooie van deze techniek. Eenmaal die elektrode erin zit, kan je nog met de patiënt gaan bepalen wat de beste behandeling is. Maar dat kost veel tijd. Gemiddeld moet zo'n patiënt bij ons elke twee weken naar het ziekenhuis komen. We kijken naar de klachten en we stellen de parameters in met dit apparaat. Het kost om iemand met een dwangklacht goed in te stellen ongeveer tussen de 6 à 8 maanden. Het is een misverstand om te denken dat alleen deze elektroodbehandeling helpt. Met deze elektroodbehandeling kan je mensen veel minder angstig maken. Het is een eerste stap, maar mensen kunnen het alleen daarmee niet redden. We hebben ook een soort van gedragstherapie nodig om mensen opnieuw te leren leven zonder dwangklachten. Soms gebeurt het dat mensen heel ziek zijn, bang zijn besmet te raken bijvoorbeeld, en 30 jaar nooit een bus genomen hebben, omdat ze bang zijn dat ze besmet zullen raken. Nou ja, soms kan je met deze behandeling de klachten doen afnemen, de angst neemt af, de obsessie, de compulsies, maar de bus wordt nog altijd niet genomen, omdat die al 30 jaar niet genomen is. De vermijding is iets wat je heel moeilijk kan behandelen. Dus wat we dan doen, is samen met die patiënt leren opnieuw de bus te nemen. En dat kost enige inspanning. Oké, als dat klaar is, dan start de volgende fase. En die volgende fase is een soort van follow-up. Want deze behandeling die is natuurlijk levenslang aanwezig. Mensen komen dan minder frequent naar het ziekenhuis, om de 3 tot 6 maanden, en worden door ons opgevolgd om te kijken of de apparatuur nog goed werkt, of er geen bijwerkingen zijn en of de klachten nog constant zijn afgenomen. Ik ga eventjes naar de resultaten. We hebben dus inmiddels in Amsterdam, in het AMC, een vrij grote groep van mensen behandeld. Groot is misschien nog voor sommigen ontgoochelend. Het gaat ongeveer 40, 42 mensen. En ik heb een plaatje van de afname van de klachten. Dat is misschien wat ingewikkeld. Hier zie je een soort van taardiagram. En hier zie je de afname in procentuele klachten van mensen die zeer ernstig ziek zijn. Dat gaat in procent, dus de afname van 80% tot 100%, van 60% tot 80% en zo verder. Maar beeld je in, het is makkelijker om het plaatje te begrijpen als je inbeeldt dat dat uren zijn. Niet 100 uur, maar 10 uur. Bijvoorbeeld een afname van 8 tot 10 uur, afname van 6 tot 8 uur, van 4 tot 6 uur, 2 tot 4 uur of 0 tot 2 uur. Op dit plaatje zie je dat met deze behandeling bij mensen die eigenlijk niet behandelbaar meer zijn, dat 14% van de mensen een afname ervaart van bijna 100% van de klachten, dus 8 à 10 uur. Dat is een enorm succes. Dat kunnen we nooit bereiken met medicijnen of gedragstherapie. Maar het is een kleine groep, maar het kan. Een grote groep van mensen, 37%, ervaart een afname tussen de 6 à 8 uur. En dan gaat het naar beneden, een kwart tussen 4 à 6. En er is een minderheid van de patiënten, 17%, die eigenlijk minder dan 2 uur afname heeft. Dus het is niet zaligmakend. Het is een nieuwe behandeling. Het kan heel veel mensen redden. Maar er zijn ook mensen die ook op deze behandeling niet goed doen, die therapie refractair blijven. Dat is jammerlijk, maar het is niet anders. Het is gelukkig een kleine groep. Je ziet hier een mevrouw. En aan de andere kant zie je haar schedel. Zij heeft elektroden in haar hersenen. Nou, die mevrouw die lacht een beetje. En dat is mogelijk dat wij kunnen achterhalen waarom ze lacht. Want met elektroden in de hersenen kan je ook meten wat er in de hersenen gebeurt. Je kan die elektroden aanschakelen aan een EEG-apparaat en in de hersenen meten wat er gebeurt als iemand lacht. Waardoor dat we kunnen die brug tussen brain en mind, tussen het gedrag, de geest, aan de ene kant de hersenen, lichtjes achterhalen. Andersom is het ook zo dat ik door stimulatie van de elektroden in het gebied mevrouw kan doen lachen.
Dus met deze techniek kan je meten in de hersenen wat gebeurt en je kan ook stimuleren. Je ziet dat deze techniek enorm veel mogelijkheden biedt. En de vraag die natuurlijk heel belangrijk is en die ik de volgende keer ga beantwoorden is: waar zijn de grenzen of waar liggen de grenzen van deze techniek?